Man, 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 man. En ik dacht dat ik hier persoonlijk een beetje de badass van YouTube Nederland was. Met alleen maar gezeik, alleen maar kritiek, alleen maar kritisch zijn. Meer naar anderen kijken dan naar jezelf. Ik ben blij dat ik dat niet meer heb. Jongens, het gaat uiteraard over de start van 2016. Het gezeik binnen de YouTube community. Video's zoals deze video, want ik doe het nu dus ook. Die gaan over anderen. In feite. Ik doe eraan mee, maar dat doe ik om een punt te maken dat ik eraan meedoe. Oké, ik zal even kort uitleggen. Er worden accounts gehackt. Er worden mensen geëxposed. Er is een show wat roddels aan het versterken is. Ik heb het zelf met YouTube Nieuws gedaan. Paul doet het nou met King Alert. Er wordt een klimaat gecreëerd met dat YouTube meer oorlog is dan dat het niet oorlog is en dat het allemaal leuk is. Ik denk nog steeds dat in de basis YouTubers het leuk vinden om video's te maken. De een verdient er meer mee dan de ander doet sommige dingen misschien juist voor het geld een beetje ernaast. Als in, ik kan ook wel bedenken dat een titel als deze op deze video waarschijnlijk een stuk meer oplevert dan dat ik zeg mijn mening over, nee, het moet bam, er moeten caps locks in komen zoals Marnix al zei op Twitter. Je moet dingen fout gaan, net als 2013 en 14 trouwens. Je moet tegenwoordig iemand exposen. Je moet gehackt zijn. Je moet iets doen. Breng zijn niet altijd echt meer. Ik merk haat onderling naar mensen. Veel meer dan vorig jaar. Vorig jaar had je misschien een paar, wat Paul al zei in zijn show, die ik trouwens tof vind hoor. No offense naar jou, Paul. Je doet het prima. De fitties die er waren, zeg maar, was eigenlijk meer dat YouTubers niet echt met elkaar praten. Daar hield het mee op. Het was niet dat we elkaar de hersenen aan het inslaan waren op een gathering. Het was niet dat we mekaars shit aan het hacken waren. Het was niet dat we elkaar server gingen ddossen. Nu, in 2016, lijkt het een sport te worden om de toch wat kwetsbaardere YouTubers, die dus niet in een groepje samenwerken, of net nieuw komen, de grond in te boren. Ben ik het nog steeds eens met mijn statement over Armo? Dus dat hij een entertainer is en dat hij eigenlijk alleen maar een excuus hoeft te maken voor dat dingen fake waren. Ja. Wat vind ik van de recentelijke uitingen van Paul? Trouwens, Paul, je mag deze video gebruiken als je een stukje van mijn mening wil hebben in je nieuwe video. Wat vind ik daarvan? Ik vind dat Paul het al langer had als mening, zeg maar. Ik denk dat hij het in een video zet om weergave te hebben. Net als Keemstar pakt hij uiteraard gewoon de titel Doe maar gamen en pranks is nep en zo. Je wil gewoon mee met de hype. Je wil je mening geven en je doet het gelukkig tenminste nog een beetje informatief. Ik heb alleen wel ook van een YouTube tot aan letterlijk. Als je nu op YouTube kijkt naar YouTubers exposed. Oh my god, er zijn oprecht kanalen die doen niks anders dan andere exposes die zogenaamd niet echt zijn. Dit is nieuw. Dit is echt oprecht anders als een jaar geleden. Ik weet mezelf helemaal niet hoe ik ermee om moet gaan. Inmiddels zijn er groepen. En ik weet niet wie het zijn. Ik heb een video op Doe Maar Gamen gezien. Ik weet niet of dat de echte hacker is. Er zijn groepen, gasten, die hacken YouTubers die zich niet aan morele codes houden. Om het zo maar te zeggen. Ik zal zelf dus waarschijnlijk niet echt een target zijn. Zowel, nou ja, dan gebeurt dat maar. Alleen het zijn dus mensen die hacken Instagram accounts. Zelfs YouTube accounts. Om iemand te verneuken. Like, de hele community verandert zo enorm. Vroeger was het alleen maar van, oh my god, Colijn neemt niet meer met Enzo op. Ah, drama. Oh my god, David kickt Wouter en DDG. Oeh, drama. Tegenwoordig, jongens. Oh my god. Dus er zijn een paar YouTubers die zijn bezig met een soort onderlinge lange piemelwedstrijd. Wie kan de meest aantrekkelijke titel en thumbnail maken om zoveel mogelijk views in een week te halen, volgens mij. Maar voor respect, knap dat jullie het kunnen. Ik heb het uiteraard over een Asset en een Tease en een Geo. Ik vind het hartstikke knap wat jullie doen. We hebben vervolgens, als zij dat doen, dan zijn er weer andere mensen die zeuren van, oh, alles is ook voor de views tegenwoordig. Hey, niemand zegt dat jij hoeft te klikken op zo'n video. Niemand. Ik heb zelf ook zulke video's geüpload. Zeker. Zelfs deze zou je kunnen zeggen, nou, het is een beetje een puntje, net als een boodschap aan de Enzo. Het is een beetje een puntje, doe je dat ook voor de views een beetje? Klein beetje. Ik wil heel graag mijn mening geven over dingen. En natuurlijk ga je dan nadenken, op het moment dat je de video aan het uploaden bent, dan moet je een titel neerzetten en een thumbnail maken. Wat zou werken?
wat zou werken, maar wat zorgt er ook voor dat al mijn mensen aan wie ik het kwijt wil, het zien. En dat wordt voor mij eens een keer een beetje onderschat. Het is dus heel veel gezeik en ik vraag me oprecht af hoe de mensen verwachten. En met mensen heb ik het de YouTubers over, hè. Hoe zij denken dat dit eind 2016 eruit ziet. Zoals het nu lijkt, kan je met veel gezeik, exposing, daarom ook hè, fights achter mij hier. Dat is de hele grap van mijn achtergrondjes sinds ik een keyscreen heb. Ik weet niet of iemand al opviel. Lijkt je meer te kunnen bereiken dan met leuke, grappige content. Je hebt ook middelmaten ertussen, bijvoorbeeld een tease die doet dan een clickbait-achtige video, maar die maakt het, die knipt er nog leuk in en zet de humor tussendoor. Maar je hebt ook mensen die doen niks anders dan we gaan naar de deep web en gaan we kijken wat we kunnen bestellen. Maakt niet uit of er iets gebeurt. Ze hebben er een reactie op. Is dat YouTube 2016? Als het zo is, I don't care. Dat is goed. Dat is prima. Maar vergeet niet één ding. En dat wordt hier een beetje vergeten. Terwijl alle YouTubers die ruzie aan het maken zijn, terwijl sommige mensen tienduizenden weergave halen per video met het exposen van anderen. En groei. Heel, heel veel abonnees groei. Als jij zegt van, oh my god, hij is nep. Dan heeft iedereen zo van, ja dat klopt. Oh, jij bent awesome. Maar jij durft dat te zeggen. Ik ga op je abonneren. YouTube. Ondertussen vergeten we volgens mij, terwijl wij aan het vechten zijn, aan het discussiëren zijn, elkaar aan het naaien zijn, dat de kijker uiteindelijk bepaalt wat echt is. De kijker bepaalt uiteindelijk wie de grote YouTubers zijn in 2016. En wat ik eigenlijk mee wil zeggen, ik werk wel samen met bepaalde mensen die onder vuur liggen, zoals een Job met zijn fake prank, zeg maar. Ik heb andere mensen ook met een sterke mening, zoals een Lars bijvoorbeeld. Hè, die heeft dus ook geen blad voor de mond op Twitter. Ik ben uitgebreid ondertussen met meer mensen. Dit zal mijn laatste video zijn dat ook maar iets te maken heeft met exposed. Like, seriously. Niet eens mijn mening over hun mening. Of wat dan ook. Ik wil er niet aan meedoen. Waarom? Ik hou niet van de negativiteit. Ik hou van om positieve video's te maken, Mindtopia doen, lekker met de gast, laat ze lekker hun series doen, FIFA's doen. Ik wil toernooien gaan houden, ik wil livestreams gaan doen. Ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. En ik ben anders geweest hierin, zeker. Ik blijf gewoon zeggen wat ik wil op Twitter, alleen niet in video's. Twitter verdien je geen flikker aan, op YouTube verdienen we wel als je heel vaak bekeken wordt. Dat wil ik niet dat mijn boterham wordt. Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen. Ik weet zeker dat een aantal mensen mijn mening zou willen horen over elke scheet die gelaten wordt. Right? Ik doe het niet. Ik wil gewoon op een leuke manier mijn geld kunnen verdienen. Ik wil op een leuke manier elke dag aan de slag kunnen zijn met wat ik leuk vind. YouTube video's maken. En ik wil er eigenlijk niet zoveel meer mee te maken hebben. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Misschien vinden jullie het zwak. Misschien vinden jullie het, hij kijkt de andere kant op. Als het over mij gaat, zal ik mezelf zeker gaan verdedigen. Maar ik wil niet meer meedoen met die trein van, oh, wat is momenteel de hype? Oh, waar wordt nou over gesproken? En het maakt eigenlijk geen flikker uit wat het is. Of het iemand zijn been gebroken is. Of iemand gehackt is. Of iemand wel of niet nepvideo's maakt. Ik wil daar niet meer aan meedoen, jongens. Ik hoop dat je dus kunnen begrijpen dat DDG en DDC voor plezier moet gaan staan de komende tijd. En niet met afzeiken, exposen, ruzies maken, hacken, DDoS'en. Ik wil het er niet meer mee te maken hebben. Ik hoop jullie dat kunnen respecteren in ieder geval. Voor de mensen die dat kunnen, je weet wat ik aan het einde van de video voor altijd vraag. Ik vraag altijd even, doe een like en abonneer. Misschien was je dat al. Dat is ook een klein beetje voor de DDG-kijkers, niet voor nieuwe mensen. Maar hi, als je er vanaf vandaag bij komt. Ja, dit dus. Volgende video die er gaat komen zal wel wat leuker zijn, denk ik. En games en leuke pranks en leuke groepsopnames. En geen, oh my god, hij is nep, hij is exposed en dit vind ik ervan. Ik ben er klaar mee met die bende. Ik hoop jullie ook. En ik hoop dat jullie de juiste kanalen gaan beoordelen en de juiste kanalen gaan belonen met jullie tijd. Want daar draait het uiteindelijk om. Jullie klik en jullie tijd. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot nooit meer ziens met dit soort video's. Later. We'll be right back.